Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de huid. De huid is het grootste orgaan dat we hebben. Afhankelijk van hoe groot je bent, is het 3 tot 5 kilo van jouw lichaamsgewicht. Als er iets mis is met je huid, dan kan dat grote gevolgen hebben voor je gezondheid. De huid bestaat uit drie lagen: de opperhuid, oftewel de epidermis, de lederhuid, oftewel de dermis, en het onderhuidsbindweefsel, wat ook wel het subcutaan vetweefsel genoemd wordt. De opperhuid is de buitenste laag van ons lichaam en daarmee een belangrijk onderdeel van bescherming tegen de buitenwereld. Het bestaat uit een waterdichte cellaag dat we meerlagig verhoornend plaveiselepiteel noemen, waarbij de cellen uitrijpen naar boven, beginnend bij de basale laag naar boven, naar de hoornlaag totdat ze afschilferen. In deze laag zitten ook onder andere pigmentcellen, oftewel de melanocyten die voor een groot deel iemands huidskleur bepalen. Opvallend is dat er geen bloedvaatjes in deze laag zitten. Alle voedingsstoffen moeten vanuit de lederhuid hierheen stromen, wat we diffusie noemen. Als we dan kijken naar de lederhuid liggen daar eigenlijk alle belangrijke structuren van de huid. De lederhuid bevat veel bloedvaatjes, oftewel arteriën en venen, om de huid te voorzien van bloed. Ook zitten er veel lymfevaatjes. En je vindt er de haarzakjes en talgklieren. In de lederhuid zitten verder nog zweetklieren en verschillende soorten zenuwuiteinden. Het onderhuidsbindweefsel bestaat voornamelijk uit vetweefsel, vandaar dat het ook wel subcutaan vetweefsel, of ook wel onderhuidsvetweefsel genoemd wordt. De huid heeft allerlei functies in ons lichaam. De meest voor de hand liggende is bescherming tegen de buitenwereld. De huid zorgt ervoor dat van buiten niks naar binnen kan en van binnen niks naar buiten. Alleen in specifieke gevallen kunnen stoffen deze barrière door. Denk bijvoorbeeld aan een medicatiepleister. Ook speelt de huid een belangrijke rol in de temperatuurregulatie en afweer tegen onder andere bacteriën en virussen. Verder zorgt het voor de productie van vitamine D en is het een van onze zintuigen, namelijk tast. Met de huid kunnen we druk pijn en temperatuur waarnemen. Het onderhuidsvetweefsel zorgt verder nog voor opslag van energie in de vorm van vet. En de huid heeft een belangrijke sociale functie. Omdat de huid direct zichtbaar is voor iedereen, kan de huid een grote invloed hebben op ons sociale leven. Daarom zie je vaak dat huidaandoeningen tot sociale en psychische problemen kunnen leiden. Bijvoorbeeld door schaamte of angst dat anderen hun vies vinden. Het is belangrijk om de huid goed te verzorgen en te beschermen. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnebrandcreme om zonschade te voorkomen. En door de huid in te vetten met crème of zalf als dat nodig is. Download nu ook de gratis actieve samenvatting en vul hem in, zo zal je deze stof nog beter onthouden. Bedankt voor het kijken!